Yes. Ik ben vandaag hier bij u om het tweede goede nieuws te brengen. En dat is dat Apache vandaag gaat announcen om 9 uur dat ze de tweede fonds hebben en dat Sapakara ook een significante oliefonds is. Dat is heel mooi nieuws. Het tweede mooie nieuws is dat ze gelijk doorgaan met de derde put. En de derde put gaan ze boren tussen Sapakara en Makaïn. Dus de kans dat we daar weer eentje hebben is bijzonder groot. Maar we hebben nu in ieder geval de tweede. Gefeliciteerd. Volk van Suriname, nadat we weken in de griep zijn gehouden, of nog steeds in de griep zijn van corona, heeft de voorzienigheid ons weer een geweldig cadeau gegeven. Het blijkt weer elke keer dat wanneer we lijken op het diepste punt te zitten, dat de grote man daarboven ingrijpt. Meneer Elias en team gefeliciteerd, het is geweldig. Apache en partner gefeliciteerd, maar bovenal volk van Suriname gefeliciteerd. We zullen heel snel bij elkaar moeten komen, want dit wordt nou echt een beetje heel veel geld voor dit klein land. En al de doemdenkers die al spraken over devaluatie en de negatieve berichten, laten we dit gedeelte afsluiten. Laten we bij elkaar komen als Surinamers en laten we kijken hoe wij nu en vooral voor de toekomst een regime neerzetten dat dit land voor de komende decennia voor onze kinderen en kindskinderen kan zorgen. Met versterken uw aramara, dan begin je ons samen met de directeur van de staatsolie, naar de president-commissaris Chacon Jatide, en met versterken Sarnang, met versterken staatsolie, met versterken uw aramara, mi breti, love up. Laten we elkaar ondersteunen om dit geld samen te managen. Thank you.